Goedendag, welkom terug in de studio. We hebben nu net de onderwijsminister gehoord, Ben Weitz. Wat moeten we daar nu uit opmaken? Ik spreek erover met de onderwijsexperte van Groen, Elisabeth Meuleman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb het meteen over die test en over het waarom, maar er stelde zich op een bepaald moment één hamvraag. En dat is, wanneer er werkelijk een grote taalachterstand is, de remedie dan, is dat een taalbadklas of een jaar? Want een jaar zou betekenen dat je zo'n kleutertje een jaar lang uit de schoolloopbaan neemt en apart een intensieve cursus Nederlands geeft. Ja. Is dat duidelijk? En dat is iets wat de minister letterlijk gezegd heeft in de ochtend. Slaagt een kindje niet op die taaltest, heeft het een onvoldoende, dan is het de bedoeling dat het zo'n taalbadjaar volgt en een jaar lang enkel met taal bezig is en dus achterstand oploopt. En daar heb je heel veel reacties gehoord uit het veld ook. Mensen en leerkrachten en directies die zeiden, een kind kan perfect schoolrijp zijn, motorisch, helemaal mee en dan zou dat toch wel een enorme impact hebben op zijn schoolloopbaan, op motivatie ook en zo. Dus daar zijn wetenschappelijk heel wat vragen bij te stellen. En je voelde heel duidelijk in het debat vandaag dat ook de meerderheidspartijen niet allemaal op dezelfde lijn zitten. Ook CD&V en Open VLD zien zo'n taaljaar eigenlijk totaal niet zitten. Dus dat was toch wel voor mij het meest verhelderende van het debat vandaag. Dat de minister flink voor zijn beurt heeft gesproken in de pers en dat er geen draagvlak is bij de andere meerderheidspartijen om met zo'n taalbadjaar te gaan werken als kinderen niet slagen op het einde van een kleuterschool. Want voor de duidelijkheid, in het regeerakkoord staat taalbadklas. En dat kan iets zijn dat aanvullend is, na schools of tijdens de uren. Ja. Een taalbadjaar is iets heel anders. Ja. Hij zei daarover in de media, we nemen een jaar weg, maar we geven een leven. Dus hij sprak wel echt over een jaar. Zo'n jaar. Niet in de gewone school. Ja. U heeft zijn antwoord gehoord. Hij laat dat wat blauw-blauw in een... Hij was veel minder stellig nu in het parlement en tijdens het debat dan dat hij was op de radio. Ik denk dat hij een beetje gas terugneemt en dat hij wel zal teruggefloten geweest zijn door zijn coalitiepartners. Ja, mevrouw Kawakibi die ook zei, goed zo'n testen, wetenschappelijk. Maar zo'n kinderen, ja, moeten er andere kinderen zitten allemaal samen? Maar ook mevrouw Van Drommen van de CD&V die zei, die screening vinden we goed. En wij ook vanuit Groen, hè, want taal is en blijft bijzonder belangrijk, ook voor ons. En ik ben daarmee begonnen met te zeggen, van daar staan we op dezelfde lijn. We moeten die kinderen heel snel en heel goed Nederlands leren en zo vroeg mogelijk. Maar de manier waarop is de grote vraag. En de CD&V zei letterlijk, voor ons die screenings, hoe vroeger hoe liever. Als je daar vroeg mee begint, kan je tijdens de kleuterschool beginnen met remediëren, extra aandacht te geven aan die taalontwikkeling, inderdaad taalbadklasjes gaan organiseren waarbij de kinderen voor een aantal uur uit de klas neemt, maar voor ons niet de hele tijd, want het is goed dat kinderen van andere kinderen leren, van taalsterke kinderen, dus ook daar is veel discussie over, maar wij staan veel dichter bij het standpunt van een CD&V en ook de CD&V zit niet op de lijn van de N-VA, dat was vandaag wel duidelijk. Dus dat moet allemaal nog wat uitgewerkt worden, we hoorden dat ook bij Koen Daniels hier. Die zegt, ja, het moet nog vorm krijgen. Dus, ja, maar dan heeft de minister toch wel heel fors gesproken in de media. Heel duidelijk gezegd hoe hij het zag. Taaltest, niet slagen, taaljaar. En dan voel je dat hij nu een beetje gas terugneemt. En als je dan wijst als oppositie op die verschillen tussen de meerderheidspartijen onderling en tussen zijn forse verklaringen en wat hij hier zegt, dan noemt hij dat details en geneuzel. Maar voor mij is dat helemaal geen geneuzel. Dat lijkt me toch wel de essentie van de zaak te zijn. Ja. Dat over die, ja, het ging er pittig aan toe, dat dan over dat taalbad of die klas, dat is de remedie. Er is de test ook, de screening, die zou over heel Vlaanderen zijn, collectief, over alle netten heen, voor alle leerlingen dezelfde. Scholen zeggen, hebben al een taalbeleid, zeggen jullie, je moet het ook vroeger aanpakken. Maar op zich, die test, wat is daar eigenlijk mis mee? Dan objectiveer je het, dat kan je meten, meten is weten. Maar wij vinden die timing, hè, als je dat op het einde van de kleuterklas doet, verlies je al heel veel tijd, want je moet daarvoor echt wel aan die taal gaan beginnen werken. Dus als je wilt screenen, kijken hoe ver staan kinderen, dan doe je dat best meermaals. Hè, want zo'n één moment opname is heel moeilijk bij kleuters. Kleutersontwikkeling kan zijn dat ze een hele tijd niet evolueren, een grote sprong maken. Maar daar zegt hij de minister, momentopname is bijzonder dat gaan we moeilijk. Wetenschappelijk onderbouwen. Ja, maar dat zal de wetenschap zegt dat is heel moeilijk om zo'n sluitende, eenvormige test te gaan maken, waarbij je op één moment kan zeggen, dit kind voldoet of dit kind voldoet niet. Zeker bij zo'n jonge kinderen, omdat die evolutie heel grillig is. Maar het kan een screening op zich en een objectivering en op verschillende momenten door die kleuterloopbaan gaan optiveren hoe ver kinderen staan en kijken van hoe kunnen we die verder
later gaan klaarmaken voor het eerste leerjaar. Daar had vandaag niemand iets op tegen, geen enkele fractie, denk ik. Dus de uitvoering wat de minister wil doen, zal heel belangrijk zijn. Maar daar voel je, daar is hij nog helemaal niet klaar mee. Dat is dan ook weer de uitvoering, maar hij zegt wel, en dat is dan weer het verschil met de gewone screening, het resultaat daarvan moet bindend zijn, zegt hij. Het mag niet vrijblijvend zijn. Hij verwijst naar vroeger, hij zegt dat er vroeger te veel jumanfoutisme was en dat kwaad heeft aangericht. Een bindende screening, dat is natuurlijk iets met gevolgen, consequenties al voor die leerlingen. Ja, en daar verzet de CD&V zich duidelijk ook tegen. Dat je daar opvolging aan geeft, een actieve opvolging, en zegt van kijk, we maken een bepaald traject, maar als zij met bindend bedoelt, je mag overgaan of je mag niet overgaan, een soort toelatingsexamen voor het eerste leerjaar, daar heeft hij volgens mij geen enkele bondgenoot in dit parlement voor. En dat was toch wat hij liet uitschijnen, wat hij wilde doen. Dus je voelt dat hij ook met zijn eigen meerderheidspartijen nog niet op dezelfde lijn zit. Nee, inderdaad. Nu, nog een laatste puntje wat jullie opwerpen is, geef die kleuterleerkrachten dan meer middelen. Die hebben nu te veel taken, zorgtaken, opdat die dan een kwaliteitsvol gesprek of gesprekken kunnen hebben met de professionalisering, extra opleiding. Hoe zorg ik voor een taalrijke omgeving? Hoe zorg ik voor interactie met de kinderen die waardevol is en waar ze iets uit leren, eerder dan heel functioneel? Maar daar heb ik kleuterjuffen nu vaak geen tijd voor, omdat ze inderdaad in de instapklasjes soms met 30 kleutertjes nog zitten. En dan ben je heel praktisch bezig en probeer je je klas te organiseren. En dat echt pedagogische, daar kom je soms niet aan toe. En wij zeggen, met die 68 miljoen die jij wil gebruiken om die test te ontwikkelen en zo, investeer dat echt in extra handen, in ondersteuning in de klas. Dat ook lijkt als ze een stuk belangrijker. Dat er net een gelijkschakeling van de middelen komt met het lager onderwijs, dat is niet voldoende, hoor ik u dan zeggen? Ja, nee, er is een ongelooflijke achterstand al jaren geweest op die middelen van het kleuteronderwijs. Men heeft lange tijd ervan uitgegaan van kleutertjes komen toch niet voltijds, dus we moeten die niet volledig financieren. Maar men heeft heel hard gewerkt op die kleuterparticipatie, waardoor dat je een aanwezigheid hebt van 98% van de kleuters in het kleuteronderwijs. Dus om dan te zeggen van oh, we gaan die wat minder financieren, want die komen niet zoveel, dat gaat niet meer op. Dus eindelijk wordt dat gelijk getrokken. Maar daar is wel een opgelopen achterstand in die middelen en er zal nog fors moeten geïnvesteerd worden om te zorgen voor die kleine klasjes en om ervoor te zorgen dat leerkrachten kunnen bezig zijn met waarvoor ze opgeleid zijn. Namelijk inderdaad taalverwerving, motorische kinderen gaan bijbenen, kleutertjes. Maar niet die zorgende taken, daar moeten andere mensen voor verantwoordelijk zijn. Ja, van in de kleuterklas al, jong geleerd, je zou het gedaan. Zeker, absoluut. Dank u wel mevrouw Meuleman voor dit gesprek. Ja, vandaag veel geleerd, maar tegelijkertijd ook blijven veel vragen achter. Dat is de uitwerking van dat regeerakkoord. Dat zal hier aandachtig gevolgd worden, ook door oppositie. Wat dat juist betekent, die taaltesten. Bedankt om het debat te volgen. Volgende week zijn we opnieuw natuurlijk tijdens de plenaire met Studio Vlaams Parlement.